Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Hoge Dijken in Dokkum moet ongepast worden. Dat verzekert René de Heij, eigenaar van brouwerij Dokkum, moet de gemeente Noord-Eerst-Friesland dienen. De vergunnings voor woonbedrijven passen nevens hem net meer bij de activiteiten op het terrein. Ja, de grote vraag is, wil je uiteindelijk in dit gebied echt in ondernemerschap stimuleren en wil je ook dat er echt mooie dingen gebeuren? Er wordt gezegd, we zien dit als een verrijking voor de stad, dan zeg ik handel daar ook na en sta op een gegeven moment ook op. De brouwerij laat op dit stuit in de clinch met de gemeente omwille van een dwangsom. Het bedrijf heeft toestemming om bierbrouwerijen te houden, maar serveert ik eten en daar heb ik geen vergunning voor. Ze wien Jeroen met de gemeente die peteer, maar kregen toch een boete. Nou, er zijn gewoon heel veel toezeggingen gedaan waarbij eigenlijk is gezegd op termijn, ja, past dit uiteindelijk prima binnen het plaatje hier. Het is ook vanuit ruimtelijke ordening gezien een van de beste plekken in de stad om iets te vestigen. Ja, we zijn eigenlijk niemand tot last. Heel bewust buiten de bolwerken gegaan, omdat we ook anderen daar niet in de weg wilden zitten. Dus ja, als je dan kijkt hoe dit gaat, ja, dan denk ik nog steeds dat er mogelijkheden moeten zijn. Maar dan zou er wel een stukje leiderschap op het stadhuis moeten ontstaan. En dan moet je niet alleen de actie bij ambtenaren laten liggen.